Hallo, ik ben Kobe. Ik kom voor jullie mijn gip presenteren. Mijn gip gaat over plastic etende dieren. Mijn plastic etende dieren zijn genaamd pika. De pika komt dan ook voor uit een medische term genaamd het niet eetbaar consumeren van niet eetbare dingen. Ik heb het dan ook direct in mijn logo gebruikt. Mijn logo is dan een heel simpele vorm met elke één strakke lijn dat doorloopt, waar dan eigenlijk een dier en plastic etende fles in zit. En ook heel simpel met een tekst eronder. Ik heb het dan ook doorgebracht naar mijn affiche. Mijn affiche dan ook één kleur met een simpele witte tekst op, dat ik ook in contrast sta tegenover mijn illustratie. Mijn illustratie dan zo'n heel gedetailleerde met veel verschillende lijntjes, wat dan ook voor de blikvanger zorgt en dan een heel hard in contrast staat tegenover mijn tekst. Ik heb dat dan ook doorgebracht in mijn brochure. In mijn brochure heb ik dan ook heel simpel gehouden, met één kant een illustratie en de andere kant dan ook mijn tekst gebruikt heb en dan heel zo simpel proberen te houden, wat dan ook in contrast komt te staan. Daar heb ik dan ook een extra opdracht gemaakt. Een extra opdracht was dan eigenlijk een pagina met alle verschillende dieren dat erop komen. Dan heb ik eigenlijk alle pikadieren gepakt en die zou dan bijvoorbeeld in een zak zou kunnen krijgen waar dan ook mijn pikadieren op staan, dat ik bijvoorbeeld bij de Carrefour of zo mee zou kunnen krijgen. Ik heb daar dan ook allemaal illustraties van gemaakt en dat is ook in dezelfde stijl met hetzelfde groen. Het groen heb ik ook nu gebruikt omdat dat met de natuur te maken heeft. En dat blauwe is dan ook zo het medische dan eigenlijk vertrouwen creëert. En daar heb ik dan ook overal proberen toe te passen. Bedankt voor het luisteren. Is bewegende inkt. Dus als je ooit wenst dat je tekeningen tot leven zouden komen, dan is Inktel de juiste keuze. De naam Inktel komt van intelligente inkt en het doel daarvan is om tekeningen tot leven te laten komen. Voor de rest, om gebruik te maken van Inktel heb je maar een vulpen nodig die je meekrijgt met de inkpot. Voor de rest moet je je creatieve kant de kans geven om daar de beste van te maken. Voor de affiche heb ik verschillende tekeningen gebruikt die beweging aantonen. Voor de achtergrond heb ik een grijzige kleur gekozen die, om een link te leggen tussen het oude gebruik van inkt en Inktel. Om een totale beeld van te krijgen, bovenaan is een inktpot aanwezig, die druppelt naar beneden en zo vorm geeft aan mijn tekeningen. De slogan Komt tot leven staat voor de tekeningen die in beweging komen en dus tot leven. Onderaan op mijn affiche staat mijn logo in het wit om hem natuurlijk zichtbaar te maken. Oorspronkelijke logo is zwart en heeft druppelafrondingen en het geheel van het logo doet men denken aan een inktvorm. Voor de brochure heb ik verschillende tekeningen gebruikt die aanwezig zijn ook in mijn affiche. En voor het deelopdracht heb ik een klein filmpje gemaakt die kan aantonen wat Inktel doet met je tekeningen. Nu wil ik jullie bedanken en geef zeker een kans aan Inktel.
ik ben Lotte en ik stel vandaag voor jullie Vlogel voor. Vlogel is de meest ecologische en leukste manier om te reizen. We hebben gigantische vogels gekweekt om lange afstandsreizen mee te doen, zodat je zonder schuldgevoel kunt vliegen. De naam Vlogel komt van vliegen en van vogel. Ik heb voor dit concept gekozen omdat ik heel graag reis en omdat klimaat ook wel een actueel thema is. Voor het logo heb ik gekozen voor 3 abstracte vormen. Hoe dat je die ook draait of keert, kun je eigenlijk altijd een vliegende vogel in zien. En voor het lettertype heb ik een zelfgeschreven lettertype gemaakt, omdat dat toch wel de creativiteit van het concept weergeeft. Van de kleuren heb ik gekozen voor het blauwe. Dat stelt de lucht voor, het vuil groenige de natuur en het rood-rozige is de moderne en de creatieve touch. Voor mijn affiche heb ik gekozen voor een typisch luchthavenbeeld met een gigantische vogel die dat opstijgt en een vrouw die haar vlucht probeert te halen, zodat het concept toch duidelijk is. Ik heb dan ook gekozen voor een structuur in mijn illustratie, zodat het niet al te plat is. En voor de slogan Vlogel vlieg op je bestemming. Voor mijn brochure heb ik gekozen voor een hele lange plooivorm. Dat is de decoratieve kant. En dan hier de informatieve kant, waar daar de uitleg allemaal op staat en de wat weetjes en reistips en een review. Dan als deelopdracht heb ik gekozen voor meerdere deelopdrachten, omdat je met Vlogel heel veel kon doen. Dan heb ik postkaartjes gemaakt. Ook een vliegticket, want dat is essentieel voor te vliegen. Met een klein mapje erin. En voor een kofferlabel. Dat was mijn gip. Bedankt voor het luisteren. Hallo, ik ben Zoe en welkom bij Joy. Joy zijn 3 poppen die elk een eigen wenskracht hebben. Elke pop is heel tof voor 24 uur lang. Elke pop heeft ook zijn eigen kleur en begint met de letters van Joy. Bijvoorbeeld, we hebben Javi. Javi die kan ongeneeslijke ziekte doen verdwijnen. Ona kan iemand die dood is terug laten herreizen. En Jana kan met u terug de tijd ingaan. Voor mijn logo heb ik gekozen voor een Arabische font, omdat ik zelf die roots heb. Ook ziet u in het midden een gezichtje dat mijn poppen moet voorstellen. Ook heb ik gebruik gemaakt van stiksels en een knop om te laten zien dat ik mijn poppen zelf heb gemaakt. Ik heb die ook met de hand gemaakt. Als mijn affiche heb ik mijn 3 poppen laten terugkomen, elke keer aan een hoek. Als mijn brochure heb ik voor een heel eenvoudig stramien gekozen, omdat ik alles best wel strak heb gehouden. Ook de foto's hierin heb ik zelf getrokken. En heb ik ook mijn Arabische roots terug laten komen, zodat het gevoel erin blijft. Als mijn verpakking ziet u dat ik glazen potten gebruik. Waarom glazen potten? Omdat je die kunt hergebruiken. Dus je kunt daar andere producten in steken. Dus dat is beter voor het milieu, dan hoef je die niet weg te gooien. Elke pop heeft ook een aparte verpakking en heeft ook een apart kaartje waar meer informatie op staat van de pop zelf. Zodat je bij het kopen zeker geen vergissing maakt. Bedankt voor het luisteren naar Joy. Na na na, hey ya na. Na ya na.
iedereen. Ik ben Dylan van de Wouwer en ik ben een kunstenaar en grafisch ontwerper onder het alias Zwartschaap. Ik heb gekozen voor Zwartschaap omdat ik toch verder denk en verder ga dan de meeste mensen en dit heb ik ook proberen te verwerken in mijn werk. Mijn werk is tentoongesteld in het MUCA te Antwerpen. Hier kan u dan mijn vakvrak gaan bekijken. De vakvrak is eigenlijk een oudejaars met daarop mensenharen verwerkt. Ik heb gekozen voor deze materialen omdat ik toch vind dat mensen veel bruikbaar materiaal weggooien. Met deze materialen heb ik toch zeker iets moois kunnen maken. Voor het logo van Zwartschaap ben ik handmatig begonnen. Hierbij ben ik gewoon heel simpel naar een simpel lettertype gaan zoeken. En dit heb ik dan verder uitgebreid op computer. Dan voor mijn affiche ben ik op basis van de zeefdruk beginnen werken met daarop fotografie en dit allemaal samen gaan zetten in Photoshop. Ook heb ik voor een iets vetter lettertype gekozen zodat het zeker zichtbaar is van verder af. Ook terug handmatig lettertype erin verwerkt omdat handmatig toch de leidraad is door het hele verhaal. En ook het is iets extremer qua beeld omdat het ja, moet zeker de aandacht kunnen trekken. Ook voor mijn zinu ben ik terug handmatig begonnen, maar dit keer met andere stijlen, monotype en collografie. En in deze werken heb ik dan nog extra materialen gebruikt, zodat ik zeker kan aantonen van, ah ja, met andere materialen kan u ook nog iets moois maken. Alvast bedankt voor het luisteren en veel kijkplezier. Met deze speciale editie wil ik een ode brengen aan alle vrouwen, omdat ik wil laten zien dat elke vrouw uniek kan zijn op haar eigen pure manier. Een echt peace and love magazine waarin een vrouw zich niet meer hoeft te schamen voor een vet rolletje extra, striemen op je heupen, kleinere borsten of zelfs een prachtige bos okselhaar onder je armen. Moi komt van het woord mooi. Ik ben mooi zoals ik ben. Jij bent moi. Ik heb gekozen voor het lettertype Praag omdat dit een echte eye-catcher is. De kleur oranje staat voor de bloeimaand. In deze periode ontstaan er prachtige bloemen en bloemen staan voor schoonheid. Op mijn poster heb ik mezelf gefotografeerd omdat ik duidelijk wil maken dat alle vrouwen, waaronder mezelf, niks meer hoeven te verbloemen en elk lichaam uniek mag zijn. In mijn magazine neem ik jullie mee, van foto's naar gedichten en verhalen, geïllustreerde tekeningen en abstracte beelden. Diverse vrouwelijkheid en self-love staat centraal op iedere pagina. Als deelopdracht heb ik een selectie gemaakt van de mooiste prenten die ik doorheen het jaar heb gemaakt en een extra voorbeeldje waarin jullie kunnen zien hoe deze eruit kwamen te zien als ze werden opgehangen op de muur. Bedankt voor het luisteren.
Goedemiddag allemaal, mijn naam is Anke van Puinbroek en ik kom mijn gip aan jullie voorstellen. Ik heb een bril gemaakt, genaamd Flamind. Deze bril vermindert de visuele prikkels voor mensen met autisme. De naam Flamind komt van flamingo en mind. Waarom flamingo? Omdat een flamingo op één poot staat, omdat ze zichzelf dan met het andere poot omhoog kunnen trekken als ze in moeilijkheden zitten. En het lijkt een heel fragiel dier, maar ze overleven toch echt wel in de moeilijkste tijden. En dat vind ik heel goed bij het autisme passen, omdat het voor ons ook niet altijd makkelijk is om zo overprikkeld door het leven te gaan, maar we proberen het toch elke dag. Ik heb doorheen mijn gip echt heel hard het contrast tussen drukte en rust proberen te leggen. Dat kan je zien bij mijn brochure. De ene kant is echt super druk en zoveel mogelijk prikkels en afbeeldingen proberen te zetten. En de andere kant is zo rustig mogelijk houden, zo min mogelijk details en ja, weinig tekst. Ook bij mijn poster heb ik dat proberen weer te geven. Dus rondom mijn bril is het zo druk mogelijk met prikkels en kribbels. En in mijn bril zelf is het gewoon rustig, zo weinig mogelijk details en ook gewoon tekst. Die foto's die op mijn brochure en op mijn poster staan, ben ik gaan maken op plekken waar ik zelf eigenlijk liever niet kom. Dus plekken waar ik zelf overprikkeld ben. Daar heb ik dan ook een schetsboekje bij gehouden. Dus op die plekken ben ik dan ook in een schetsboekje gaan tekenen. En daar heb ik ook tekstjes in gemaakt, zodat ik op dat moment zelf kon neerschrijven wat er in mijn hoofd zat wanneer ik overprikkeld was. Doorheen mijn gip heb ik dus duidelijk het bril op prikkels af effect proberen weer te geven. Ook bij mijn logo heb ik dat gedaan. De gedeelte mind van mijn logo is opzettelijker in een drukker sfeer gedaan dan het gedeelte fla. Omdat het toch overprikkeling in uw gedachten zit, omdat het daar allemaal te veel wordt. En doorheen mijn gip heb ik alle prikkels, de kribbels en de vlekken, zijn allemaal in het roos gedaan. Omdat het komt weer terug van mijn logo, dat flamingo is roos. Dit was het eigenlijk. Bedankt voor het luisteren naar mijn gip.